en welkom bij deze video. Vandaag een beetje een aparte video. Ik heb vandaag een anti-haul. Toen ik de anti-haul video's voor het eerst zag, had ik iets van een beetje een aparte soort video. Maar ik heb er een aantal bekeken en ja, op zich hadden ze wel een punt. Voor de mensen die niet helemaal weten wat nou precies een anti-haul is. Nou, een haul is gewoon een video waarin je gaat laten zien wat je allemaal hebt gekocht. En je brengt het misschien ook aan of whatever. Maar het gaat in ieder geval erom dat je laat zien wat je allemaal hebt gekocht. Het is een haul, een shoplog. Daar komt het op neer. Een anti-haul is dus dat je gaat vertellen wat je niet gaat kopen. Het klinkt echt super raar. Tenminste, ik vond het in het begin echt super raar. Ik denk, hoezo ga je vertellen wat je niet gaat kopen? Maar op zich is het best een leuk video-idee. Want zo kun je ook weer geld besparen. Want je hoeft niet altijd per se iets te kopen om het niet te willen. Af en toe heb je al iets van, ja, ik heb het al gezien online, maar het spreekt mij niet echt aan. Het trekt mij niet echt aan. En ja, dat heb ik bij een heleboel producten. Dus ik ga het vandaag hebben over de producten, collecties, make-up collecties die ik niet ga kopen. En ik heb er best wel een aantal waarvan ik denk, niet per se iets voor mij. En ik ga ook vertellen waarom en al die shizzle. Terwijl ik het vertel, ga ik me ook opmaken. Dit is wel een uitdaging voor mij, want ik ben niet de beste persoon in tegelijk opmaken en praten over iets anders. Maar ja, we gaan er gewoon iets van maken. Oh, mocht je nou echt precies willen weten welke producten ik gebruik om mij op te maken vandaag, ik zet altijd een link van alle producten die ik heb gebruikt in de beschrijving onder mijn video's. Dat doe ik altijd bij elke video waarin ik mij ga opmaken. Grote disclaimer wel eventjes van tevoren. Als er een product of een collectie bij zit die ik niks vind en jij vindt hem echt geweldig of hebt het al of whatever, echt do you boo. Wat ik vandaag allemaal ga brabbelen zijn absoluut geen feiten. Het is gewoon puur mijn mening. En ja, ik ben ook altijd wel een beetje van de positieve video's en een anti-haul heeft toch een beetje een negatieve vibe. Maar ja, ik ga er gewoon toch iets leuks van proberen te maken. Dus laten we snel beginnen. Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik ga vandaag gewoon een hele makkelijke look maken. Gewoon een everyday make-up look. Want ik ga straks weg. Dus ik ga me gewoon nou gelijk opmaken voor straks. Ik ga beginnen met het primer van mijn gezicht. Met mijn Catrice Prime & Fine Fresh It Up primer. Dit is een hele fijne hydraterende primer. Als foundation gebruik ik mijn Benefit Hello Happy Foundation in de kleur 4. En ik ga het aanbrengen met mijn Beauty Blender. Mensen, de eerste collectie die ik heb gezien online en waarvan ik denk, nee, niks voor mij, is de Kim Kardashian West collectie in samenwerking met Winnie. Ik breng het even hier in beeld. De collectie is op zich, ik vind hem gewoon mooi. Op zich, ja, er is niks mis mee of zo. Maar de collectie is er nou iets meer als een maand. Volgens mij nou al wel een paar maanden, maar goed. Maar een maand nadat de collectie er was, was hij al in de sale. En als een collectie al binnen een maand in de sale gaat en echt like 20% sale en zo, dan heb ik iets bij mijn eigen van, something fishy is going on, dan vertrouw ik het niet helemaal. Ik bedoel van ja, een sale, ja, er is niks mis met een sale. Maar als je een hele collectie uitbrengt en dan binnen 4 weken al aankomt met er is sale. Nou, dan heb ik iets van, nou, dan ja, dan vertrouw ik de kwaliteit van de collectie niet echt helemaal. En dan heb ik het gevoel dat de collectie gewoon echt een grap is ofzo. Dus dat is waarom ik die collectie nooit zou aanschaffen meer. Oké, ik ga even concealer aanbrengen en cream contouren. Als concealer gebruik ik mijn Benefit Concealer in de kleur 5. En ik ga cream contouren met mijn Juvia's Stick in de kleur Jacmel. Het volgende product die ik niet ga aanschaffen is het laatste oogschaduwpaletje van Huda Beauty. Ik vind het echt een heel mooi paletje. Ik vind de prijs wel echt super duur. Maar ja, haar make-up is altijd echt super duur. Maar ik heb het gevoel van ja, als je die blauwe felle kleuren weghaalt, is het gewoon een normaal paletje als die daar al 300 heeft. Plus, ik vind dat Huda Beauty te veel collecties achter elkaar uitbrengt. En dan niet per se hele collecties, ik bedoel meer producten. Ik heb als laatste heb ik haar eyeliner gekocht. En die is echt geweldig. Echt, haar producten zijn een beetje hits en misses. Af en toe vind ik ze echt fijn en af en toe heb ik echt iets van, oh mijn god, nee, nee, nee. Maar ze brengt echt veel te veel uit. En ze is een high-end duur make-up brand. En dan heb ik iets van, ja, hoe kun jij zoveel collecties achter elkaar uitbrengen? Like, let me breathe. Laat me nog een beetje ademhalen. En als er dan zoveel komt, dan heb ik iets van, ja, dan ben ik minder enthousiast. En dan weet ik niet meer wat ik nou echt wil. En dat laatste oogschaduwpaletje van haar. Ik heb al 2 paletjes van haar. Tenminste 2 van de grote. Want ze brengt altijd grote en kleine uit. Ik heb 1 kleine en volgens mij 2 grote.
zitten. De kwaliteit is echt gewoon top. Ik vind ze ook gewoon fijn. Maar ja, toen ik dit paletje zag, het is een mooi paletje, maar het sprak mij echt totaal niet aan. En de prijs is echt heel duur. En voor die prijs wil ik echt dat een paletje mij echt aanspreekt. De volgende collectie die ik ook niet ga aanschaffen, en er is echt een mega hype over, en dat is de Jeffree Star x Shane Dawson collectie. De Conspiracy collectie. Ze hebben samen twee oogschaduwpaletten uitgebracht. Glosjes, liquid lipsticks en nog een aantal accessoires en zo. Ik vind de collectie echt een hele prachtige collectie. Maar qua kleuren, het spreekt mij niet echt aan qua kleuren. Ik vind het altijd prachtig om te zien als een brand echt veel aandacht besteedt aan hun collecties. En dat gevoel heb ik echt, er echt zeer zeker bij. Alleen ja, de kleuren spreken mij gewoon echt niet aan. Ik vind het meer een beetje een collectors collectie. Als je nou echt een fan bent van hun, dan zou ik het zeker halen. Want het is wel echt zo'n collectors piece die je dan wel echt zou hebben. Maar ik ben niet per se echt een super fan of whatever. En de kleuren spreken mij niet echt aan. Het zijn een beetje random aparte kleuren. Het is niet echt een everyday paletje of zo. Niet dat het altijd maar moet. Maar ja, in dit geval spreekt het mij gewoon niet echt aan. Het is ook best wel duur. Dus ja, dan hoef ik het gewoon niet per se. Plus, ook al zou ik het willen, er is zo een hype over. Het was echt al uitverkocht binnen like een minuut of zo. Dus om heel die effort te gaan doen, om echt je wekker te zetten voor die collectie en op te staan. En echt snel te gaan doen om hem nog op tijd te hebben. Ja, dat is het voor mij echt allemaal totaal niet waard. Wat ik ook niet ga kopen zijn de Norvina paletjes van Anastasia Beverly Hills. En dit gewoon puur omdat hun zijn nog meer overdreven dan Huda Beauty. Ze brengen veel te veel uit. Ik weet nog dat hun vroeger echt heel zo exclusief waren. Ze brachten echt één paletje per half jaar of zo uit en zo. En dan was het echt van, oh wauw, weer een nieuw paletje van hun. En dan, ja, dan wilde ik die echt hebben en zo. Maar nou brengen ze zoveel uit. Echt, en dan praat ik echt over elke maand twee dingen of whatever. Ik weet het niet echt precies. Maar het is echt way too much. En ja, zoals ik ook al net zei over Huda. Als er zoveel komt, dan, ja, mijn aandacht, ja, gaat dan gewoon weg. Dan hoef ik het allemaal niet meer per se. Omdat ik dan gewoon niet meer weet wat ik nou allemaal wil en wat is het beste. En ja, ik ben gewoon zwaar overweldigd. Plus de Norvina paletjes. Je hebt dus gewoon de Anastasia paletjes. En dan kennelijk zijn de Norvina paletjes een brand in de brand. Maar dat was niet echt heel duidelijk gemaakt, vind ik. Ik denk ook niet dat heel veel mensen dat weten. Ik weet dat omdat ik het heb gehoord, toevallig in een video, maar gewoon door iemand anders. Dus anders wist ik het ook niet. En het is echt too much. Plus ze bracht die drie paletten, ze heeft drie grote paletten uitgebracht. En die kwamen echt bam, 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 echt allemaal achter elkaar. En ik denk bij mij eigenlijk, oh my god, like, stop it. Het is ook echt duur, dus je kunt niet echt gewoon alles halen. Je moet echt gaan beslissen van, oké, ik haal die wel en die niet. Want ik ga ervan uit dat de meeste van ons niet het geld hebben om drie keer een paletje van like 40 vaak 50 euro te halen. Dus ja, het is echt too much. Je hebt bijvoorbeeld ook Colourpop. Die zijn heel goedkoop. Die brengen ook echt super veel uit. Die brengen elke vrijdag een collectie. Dus dat is echt superveel. Maar het verschil is dat hun betaalbaar zijn. Dus het is oprecht doen. Als jij echt een Colourpop fan bent en je gaat er gewoon die hard voor, is het oprecht een optie om elke collectie gewoon aan te schaffen. Omdat het is gewoon niet heel duur. Dus dat maakt dan minder een issue dan als je elke week een paletje uitbrengt van 50 euro. Ja, dat kan men gewoon niet betalen. De meeste van ons dan tenminste niet. Even een beetje MacFix Plus. En wat ik ook minder vind van Anastasia is, ze hebben ook een aantal collecties uitgebracht met influencers. En ook dat hebben ze best wel achter elkaar gedaan. En dat haalt dan een beetje de shine weg van de andere. En dat vind ik persoonlijk heel sneu. Als ik een collectie zou hebben met zo'n brand, nou dan ben je echt super blij, want dat is echt een big deal. En dan komt jouw collectie uit en dan is het een hype. En dan binnen een week of drie komt er een andere collectie met een andere influencer. Daar zou ik niet heel happy mee zijn. Mensen, ik ga even een wing maken met mijn Benefit eyeliner in de zwarte kleur. Ik kan niet praten en dat doen, dus dat ga ik even snel doen. Een ander paletje die ik ook niet ga halen. James Charles heeft zijn paletje met Morphe.
Die heb ik ook. Ik vind het echt een geweldig paletje. Maar nou heeft hij dus een mini versie van precies dat paletje uitgebracht. En die is dus klein. Die is ook minder duur. En die heeft een spiegel. Nou, allemaal heel erg top. Het enige wat ik minder vind is, ik heb al het grote paletje. En het kleine paletje is identiek aan de grote. Dus als je de grote al hebt, heb je niet echt veel meer aan het kleine paletje. Maar ik vind het kleine paletje wel beter. Als ze ze allebei tegelijk hadden uitgebracht, dan had ik ook zeker het kleine paletje gehaald. Want die is handiger voor op prijs, gewoon wat handiger voor in gebruik. En het belangrijkste, daar zit een spiegel in. Dus ja, die ga ik dus ook niet halen. Gewoon puur omdat ik hem al heb in het groot. Dus ja, dan heeft het echt totaal geen nut meer. Ik snap wat hij doet, want heel veel mensen klaagden over dat hij te groot is. En dat er geen spiegel in zit, bla bla bla. Dus mocht je het paletje nog niet hebben, dan raad ik hem zeker aan. Maar ik ga hem niet halen, want ik heb al de grote en that's it. Wimpers die ik op ga doen zijn van de Pri in samenwerking met de Baby Doll in de stijl 761. Een ander product die ik ook echt absoluut niet ga halen. Benefit is weer uitgekomen met een brow pencil. Het is de Brow Styler. En ja, het ziet er allemaal heel top uit. Het was ook een hele hype. Want het evenement van de lancering was in Japan. En ze hadden allemaal influencers daarheen gebracht en zo. Het was echt een mega grote brand trip en zo. Ik vind het een beetje geldverspilling als je allemaal influencers gaat betalen en brengen naar Japan. Dat is echt super duur. Ook hotel en zo. Alles wordt dan door hen betaald. En dan heb ik als consument een beetje het gevoel dat ik gewoon betaal voor de brand trips. Vooral toen ik zag dat dit product €38 is. Hun gewone brow pencil is €28. En dat vind ik al heel duur. Ik heb die ook geen één keer gehaald. Ik heb die wel 2 keer gehad in de PR. En ik vind het echt een super fijn product ook. Maar ik ga geen €28 betalen aan een wenkbrauwpotlood. Als ik ook gewoon een NYX potlood kan gebruiken van €10. Dus toen ik zag dat dit product bijna €40 is. Nou, belachelijk. Ik vind dat echt. Het is een wenkbrauwpotlood, mensen. Waar praten we over? €38. Denk ik bij mij. Ja, ik snap dat de prijs zo hoog is als je allemaal influencers naar Japan haalt. Maar ja, ik als consument, ik ga geen €40 betalen. Nou, ik vind sowieso al dat de make-up prijzen belachelijk zijn. En het wordt gewoon steeds belachelijker. €38, doe even normaal, man. Ik moet wel zeggen, ik sta wel op de Benefit PR. Maar ik heb dit product niet gehad. En ik moet zeggen dat ik elke keer als ze iets lanceren, krijg ik het af en toe wel en af en toe niet. Dus ik weet niet precies hoe dat in elkaar zit. Bij de andere PR's waar ik op sta, krijg ik gewoon alles. Maar bij Benefit is het af en toe wel, af en toe niet. Of ze hebben een collectie uitgebracht en ze hebben mij een deel gestuurd en een ander deel niet. Dus ik weet niet precies hoe dat bij hun zit. Maar dit product heb ik niet gehaald. Maar ik ga hem ook echt zeker niet halen. Echt way too duur. En als we het hebben over make-up die veel te duur is. Het volgende wat ik niet ga halen is de Victoria Beckham collectie. Die is nieuw. Ze heeft van die oogschaduwpaletjes. Allemaal uber luxe. Echt super luxe allemaal. Maar ja, dat is ook gewoon hoe zij is. Zij is posh spice. Posh is gewoon, ja, kakker, high class, luxe, alles aan haar is luxe. Maar deze paletjes, mensen, er zitten like 4 kleuren in. En de prijs is €56 voor een paar kleurtjes. Ik vind ze er wel echt prachtig uitzien. Echt, de collectie is heel mooi, heel chic. Ik zie ook echt waarom de prijs zo hoog is door de luxe verpakkingen en zo. Maar €56, jongens, doe even normaal. Voor €40 heb je een paletje met 40 kleuren erin. Nou nee, dat is echt belachelijk. En ik moet ook zeggen, vroeger was de kwaliteit van de meer betaalbare make-up ook echt een stuk slechter. Maar tegenwoordig zijn de betaalbare make-up brands ook gewoon van super goede kwaliteit. Dus je hoeft niet meer echt een godsvermogen te betalen voor een oogschaduwpaletje met gewoon goede kwaliteit. En vooral omdat dat dus allemaal niet meer hoeft, ga ik al helemaal geen €56 betalen voor een paletje met 4-3 kleuren. Nee, dat is echt veel te duur. Iets anders wat ik ook niet ga halen, letterlijk de hele lijn, spreek maar niet aan en hoef ik niet. En dat is Dragon Beauty. Die is nou ook te koop bij Pussy Shop. En die is van de influencer Nikita Dragon. Ja, de hele collectie spreek maar niet aan. Ik heb een beetje het gevoel dat de collectie gewoon vooral
verpakking is en geen goede kwaliteit. Ik heb het ook gezien in een aantal video's en zo. Sommige mensen vinden het wel goed, maar ik vind het een beetje kindermake-up. Ik vind de verpakkingen echt prachtig. Je ziet de effort. Sommige mensen vonden de verpakkingen een beetje too much en niet echt hun ding. Een beetje eng en kinderlijk. Ik persoonlijk vind van niet. Ik hou van dit soort verpakkingen. Lekker extra, lekker apart. En dat is ook hoe zij is. Maar nee, de collectie spreekt me echt totaal niet aan. Ook omdat het gaat om een kleurcorrector. Ja, en dat gebruik ik allemaal sowieso niet. Dus... ja, en de prijs is ook weer best wel hoog. Dus als het je al niet aanspreekt, nou, dan ga ik ook geen hoge bedragen betalen. Iets anders wat mij ook niet echt aanspreekt is de Anastasia Beverly Hills Setting Spray. Het is een glowy spray. Hij lijkt echt op MAC Fix Plus. Hij ziet er echt gewoon precies hetzelfde uit. Maar kost 10 euro meer. En ik vind MAC Fix Plus met 20 euro al duur. Laat staan 10 euro meer. Dus ik vind het een beetje gewoon een duurdere versie van MAC Fix Plus. Ik weet niet, misschien is hij wel... beter, I don't know. Er is niet echt een hype over of zo. Dus het is ook niet dat mensen het echt een supergoed product vinden. Dus ik hou het gewoon bij mijn MAC Fix Plus. En iets wat mij ook niet aanspreekt is Nabla. Is nou met highlighters uitgekomen. En die spreken mij ook echt totaal niet aan. Ik vind gewoon dat ze er een beetje goedkoop uitzien. Nabla is niet heel duur, maar ook zeker niet heel goedkoop. En ze zien eruit alsof ze niet heel veel pigmentatie gaan hebben. Ik heb wel een aantal swatches gezien. En op de swatches, obvious, is het een en al pigment. Maar dat is altijd bij swatches, want ze gaan niet slechte swatches laten zien. Maar ze zien eruit alsof ze... te veel zijn gepressed in de verpakking. En als je een poeder te veel pressed, als het te veel is ingedrukt in de pan, dan verpest dat de kwaliteit en de pigment van een product. Fabrieken moeten altijd goed opletten dat je niet too much pressed. Maar deze zien eruit alsof ze echt te veel zijn gepressed. Ze zien er niet heel creamy of heel poederig uit of zo. Ze zien eruit alsof ze gewoon niet veel pigment gaan hebben. Ondanks dat de swatches wel veel pigment hebben. Maar dat is voor mij waarom ik die niet ga kopen. Ik heb hier wel ook een highlighter van hun. Van een andere collectie. Maar als je die ook ziet. Je ziet gewoon van mooi glitterig. Je ziet ook echt dat het echt een poeder is. En hij is ook echt super heftig. Dit is echt een van mijn meest heftige highlighters. Maar die andere, ja, ze zien er niet uit als deze. Dus ja, vandaar dat ik ze niet ga aanschaffen. Oké, als laatste mijn Catrice Hydrating Setting Spray. En dan is de look helemaal klaar. En dan zijn we ook klaar met mijn gejank deze hele video lang. Nou mensen, dit was dan mijn anti-haul video. Dit zijn een aantal van alle producten die ik niet ga halen. Er zijn er echt nog veel meer, maar ja, dan wordt de video 50 minuten lang en dat moeten we niet hebben. Ik hoop dat iedereen heeft genoten van de video, ondanks dat het een beetje niet echt een hele positieve video is. Maar ik probeer alles wel gewoon op een respectvolle manier te brengen en gewoon het nog leuk te houden en luchtig. Let me know als jij ook een aantal producten of collecties hebt gezien waarvan je denkt niet echt mijn ding. Ik ben daar ook allemaal heel erg benieuwd naar. Ik plaats hier twee video's die je ook kunt gaan bekijken en mijn hoofd om te abonneren. Vergeet ook niet om me een like te geven en dan hoop ik iedereen weer snel terug te zien bij de volgende video. Doeg!